Even kijken of ik mezelf kan vinden. Ja hoor, daar ben ik. Gezellig. Eens kijken of er... Ja, er druppelen aardig wat mensen binnen. Dan zien jullie in ieder geval voor mij al een stapeltje liggen waar ik straks wat mee ga maken. Dat is de nieuwe crunchlijn van Studio Light. En ik ben altijd wel fan van de crunch. Het is een andere stijl als ja, het zoete liever, maar ik vind dit toch ook wel weer heel leuk om te doen. Nou, voordat ik er wat mee ga doen en mijn voorbeelden ga laten zien, ga ik jullie eerst even laten zien wat er allemaal in deze lijn zit. De grungelijn. Nou, dat zijn twee kleine stempelsetjes. Die heb ik gebruikt, ga ik straks ook laten zien. Ik ga gelijk ook de nummers zeggen. Dat is SLGR Stamp 515. En dat is SLGR Stamp 516. Ik ga gelijk de voorbeelden laten zien. Dat is misschien wel zo leuk. Even kijken, jongens. Hier heb ik er één. Kijk. Dit is de tag. En op die tag heb ik een achtergrond gemaakt met Distress Inkt. En daar heb ik deze vlinderstempel op gezet. Die heb ik gekleurd. En na de hand heb ik die vlinder nog een keer gestempeld. En toen heb ik hem nog een keer ingekleurd. En na de hand heb ik hem met Glossy Accents heb ik hem zeg maar glimmend gemaakt. En aan de zijkanten heb ik frantage en bossingpoeder gedaan. Dus dat is deze stempel. En ik heb die andere ook gebruikt. Dat is deze. Daar heb ik een gedeelte van gebruikt. Dat is de kleine tag. En die komen we zo tegen. Kijk, dat is hier zo. Die heb ik hier op zwart. En ook een stukje van een achtergrond die ik ook weer heb gemaakt. Inderdaad ook met Distress Inkt. Dus dat is deze. Dan bij deze, die heb ik ook gebruikt. Kijk, ook die kleine. Dat is zo'n leuk ticketje. Daar kan je lekker aan iets hangen. En Create Your Own Calm. Nou, hier heb ik... dat is uit deze stans. Want anders gaan we alles door elkaar doen. Dat is deze ticket die hier zit. En je ziet dat er dan twee laagjes op kunnen. Nou, één is de designpapier, de ander is dus het stempelgedeelte. En ook hier heb ik weer glossy accents en embossingpoeder gebruikt. En dit is trouwens de ticket die je hier ziet, hè? Kijk, die andere. Oké, dat is dat. Dat zijn die stempels. Dan hebben we de grote stempel met de kat. Die heb ik nog niet gebruikt. SLGR Stamp 511. Dan hebben we die met de viool. Dat is 512. Die heb ik wel gebruikt. Kijk, die heb ik hier gebruikt. Ook hier de achtergrond met Distress Inkt en bossingpoeder gestempeld. Ingekleurd met... mijn lightmarkers en met potlood afgewerkt. Kijk, dit is die leuke stans die hierin zit. Met die radertjes ernaast. Dus dat is de viool. Even kijken, dan hebben we die gehad. Nou, de vierkante stempels, zover ben ik nog niet geweest. Dat is SLGR Stamp 513. En SL Stamp 514. Dat is het fototoestel. Zover ben ik nog niet gekomen. Dus die leg ik even apart. Dan daarnaast. Nou, deze heb ik ook laten zien, die stans. Deze stansjes, daar heb ik wat van gebruikt. Ga ik jullie zo laten zien. Die heb ik sowieso. Kijk, hier zit nog wat in mijn doosje. Dat is de filmstrip. Nou, een aantal andere dingen ga ik straks wat mee laten zien. Dat is dus SLGR CD 697 en dit is 696, de stanzen. Dus die hebben we ook gehad. Dan hebben we masks.
En die masks heb ik gebruikt. Al, als je bij mij op mijn pagina naar de, zeg maar, die kaart met die bijen, daar heb ik deze op de achtergrond gebruikt. En hier heb ik ook nog een tag gemaakt. En hier zie je ook dus dat gedeelte van dit stencil op de achtergrond. Stencil. En dat is SLGA Mask 232. 233, dat is met de streepjes. Dan krijg je met de spatten, dat is 34. En met de raders, dat is 35. Dus dat zijn de masks. Die ga ik even hier leggen. Nou, dan hebben we nog de paperpads. Even mijn voorbeelden redden. Nou, de paperpads, daar zit dus het designpapier in. Daar heb ik ook mee gewerkt, ga ik jullie laten zien. Echt heel leuk te combineren allemaal. Met kleuren. Raders, fototoestellen. Nou, dat is lijkt wel patroonpapier. Echt lekker crunch. En dan hebben we hier ook de vintage papers. Dat zijn dus de wat neutralere die je ook als achtergrond kan gebruiken. En hier heb ik ook al van gebruikt. Echt heerlijk. Kijk, die is ook zo mooi van kleur. Hier zo met dat script vind ik ook altijd gaaf om te gebruiken. Zo'n krantenpagina doet het ook altijd goed. Inktspetters. Dus dat is het papier. En dan vind ik, wat ik echt heel erg super leuk vind, dat is dat deze ronde. Oh, nou, er zit een toevallig een paperclip in. Die heb ik gemaakt. Maar die met een andere lijn papier. Maar die mag je wel even zien hoor. Kijk. Die ga ik nog wel een keer uitleggen hoe je die kan maken. Er zitten twee, zeg maar, zakjes in met allerlei papiertjes. Kijk, met plaatjes en kleine tags en dingen. Ik hou hem even zo, want ik heb ze in één doosje op elkaar. Dan hou ik het een beetje uit elkaar. Super leuk om te gebruiken. Die heb ik al verschillende van gebruikt. En hier zit er nog één dan. Dat is die andere met al die tickets, achtergrondjes. Helemaal super. Ja, Linda, ik hou hier ook van. Ik ben echt helemaal, ja, ik vind dit geweldig. Dan ga ik jullie mijn andere voorbeelden even laten zien. En wat we gaan doen. Hier heb ik dus de achtergrond waar ik het stencil heb gebruikt. Met plaatje. En gewoon een lekkere kleine tag. Voor de sophisticated gentleman. Nou, dat. Ik ga er even uit. Het beeld schiet omhoog. Nou, tot zo. Dus die. Dat is de eerste. Dan heb ik een grote gemaakt. Eigenlijk ook met de achtergrond. Met distress inkt. En allemaal plaatjes en dingen uit. Dus die zakjes. En erop, gewoon erop gemaakt. Super leuk om te doen. Daar is ze weer. Nou, deze stond op het voorbeeld, hè. Dat is die grote, nou, grote medium paperclip waar ik dus zeg maar een leuke ding ervan heb gemaakt. Kijk. En ik heb deze ook gemaakt. Kijk, kettingje eraan gedaan. Met de plaatjes. Ook op een achtergrond. Daar. Met de zijkant van die stans. Weet je wel? Even kijken, ik kan het laten zien. Deze, zie je? Die heb ik gewoon afgesneden hier. Doorgeknipt. En op deze gebruikt. Eén kant de ene kant op. En één kant de andere kant op. En nou, je ziet, dat heb ik dus zo. Deze, dat zou je een kaart kunnen maken. Maar ik vind hem eigenlijk zelf zo leuk. Die gaat in mijn slimline journal. Ik vind hem echt heel erg leuk. Dus vandaar. Nou, ik denk dat ik dan
eigenlijk al mijn voorbeelden heb laten zien. Nou, ik vind dat toch heel wat, toch? Zo eventjes. Het is toch een superleuk beeld met al deze, al die voorbeelden. Nou, en vanavond, wat gaan we doen? Deze stond op de aankondiging. Dus deze ga ik, denk ik, ook maken met jullie. Die heb ik ook al een heel stuk voorbereid. En ik denk, ik ga jullie toch ook laten zien hoe ik nou zo'n kaart met opbouw. En de achtergrond gemaakt met distress inkt. Je kan het natuurlijk ook doen op papier. Zeg maar designpapier uit het boekje. Maar ik vond het eigenlijk ook wel leuk om hem zo te maken. Dus dat kunnen we ook doen. We gaan gauw beginnen. Ik ga denk ik beginnen met de paperclip. Echt een hartje. Even mijn mooie voorbeelden redden. Ja, goed bezig geweest. Ik vind dit gewoon heel erg leuk om te doen. En dan is het geen straf, hè? Dan is het echt hobby. En dan vinden we het alleen maar leuk. Hier is mijn zakje met mijn spulletjes voor deze paperclip. De paperclip die ik heb gebruikt, die is volgens mij bijna 5 centimeter. Ja. Nou. Daar heb ik een stuk kraft genomen. En dat stuk kraft, dat is 12 centimeter. Maar die ga ik natuurlijk hier omheen vouwen. Dus die doe ik nu nog niet. Eerst, ik heb expres nog niet alles voorbereid. Ik moet nog het randje distressen. Dat gaan we nu doen. Wat doe je met dit voorbeeld? Dat is gewoon dat kan je als bladwijzer gebruiken. Kan je ook op een kaart doen. Kan je in een boek doen. Kijk, hier is bijvoorbeeld mijn boek. En je kan hem dus als bladwijzer. Je kan hem aan een kaart doen. Je kan hem hier aan doen. Kijk, zo. Hoe leuk. In je fotoalbum. In je... Oh, jullie zien het niet. In je journal. Kijk, daar zit hij. En als ik hem dan op de achterkant doe, wit, kunnen jullie het helemaal goed zien. Ik zal hem even hier doen. Kijk, dan blijft hij dus zo op je bladzijde zitten. Dat kan je dus in een leesboek, dat kan je in je art journal, wat je maar wil, wat je leuk vindt. En zijn het te weinig slimlijns? Nou, ik vind het wel mee. Zo kan je dat dus doen. Dus daarvoor maak ik ze. En je kan ze in je agenda doen. Wat dan ook. Wat je maar leuk vindt. Ik ga beginnen. Ik neem een paperclip. Ik zorg dat dit stukje bovenaan zit. Ik ging eerst distressen. Zie je? Want ik kan wel alles voordoen, maar dan zien jullie ook niet hoe ik het opbouw. Dus vandaar dat ik nu, ik heb het wel even op maat gesneden. Wat ik heb gedaan om die punt netjes te krijgen, hoe ik dat doe. Hij is 5,5 centimeter. Toen heb ik van de onderkant 2,5 centimeter op de achterkant, hè, doe ik dat dan. 2,5 centimeter zet ik een streepje. Dan doe ik aan de andere kant ook 2,5 centimeter. Dan zoek ik het midden. Nou, als die 5,5 is, dan is 2,75. Dan zet ik een potloodpunt. Je tekent de driehoek en je knipt hem en je hebt hem op maat. Oké. Dan heb ik nu mijn paperclip. En ik doe mijn papiertje door de paperclip. Krijgen we hem? Hij is toch even... Ja. Is mijn paperclip kleiner? Nee, ook niet. Nou, kom op. Doe eens wat ik wil. Doe gezellig. Ik heb nog veel meer paperclip, hoor. Gaan we gewoon de volgende proberen. Ik ben niet voor één gat te vangen.
En anders maak ik hem toch iets smaller. Dat kan. Nee, dan ben ik een muts. Dan zint me dat niet. Dan ga ik hem toch ietsje smaller maken. En dat doe ik dan aan twee kanten. Anders krijgen de punten. Worden dan. En hoe doe ik hem dan? Ik doe hem 1, 2 millimeter kleiner. En dat doe ik ook aan de andere kant, want anders kan dat niet. Dus dan wordt hij ongelijk. Kijk, dan moet ik straks ook mijn andere papiertje korter maken. Maar nu past hij wel. Zo. Paperclip. Ik haal hem erdoor. Dan doe ik hier op de achterkant. Ga ik eventjes met een penseeltje of wat ik in de buurt heb, ga ik die achterkant een beetje rond maken. Dan plakt die zo beter. Dus die haal ik over mijn penseeltje heen en dan is die wat rond. Dan ga ik kijken hoe ver ik hem wil en dan ga ik hem hier plakken. Dat doe ik eerst met een stukje dubbelzijdig tape. Dat heb ik klaargelegd. En dat leg ik dan hier op. Zo. Dan haal ik het beschermtapeje, het beschermdingetje eraf. Waar is mijn prikpen? Ik heb hem de hele dag in mijn handje. Kan dat niet? Soms vraag ik me wel eens af waar alles naartoe is, maar ik heb al even een andere prikpen. Ik had zo'n mooie van Studio Light, de hele dag gebruikt. Nou, die komt vanzelf weer naar voren. Dan haal ik het beschermlaagje eraf. Kijk, en dan doe ik er ook nog wat tape op. Lijm, zodat die goed blijft zitten. Maar ja, wat maken we? Ga ik je laten zien, Wendy. Dit maken we. Een paperclip tag. En zometeen, als we nog tijd hebben, ga ik ook nog een kaart maken. Lijm erop. Dan doe ik hem omvouwen. En wat doe ik dan even om hem goed strak te krijgen? Dan pak ik even twee klemmetjes. Die zet ik er even op, zodat hij goed lijmt. Een grote en een kleine. Kijk. Zo. Dat is één. Dan heb ik hier een papiertje. En die past natuurlijk nu ook niet. Dus die gaan we er ook even een stukje van afhalen. Aan alle twee kanten. Ik was zo slim om mijn kaart op de dubbele kaart te plakken. Ik snap hem niet helemaal, maar als jullie het maar snappen, dan is het vast goed, toch? Even goed leggen. Ho, ho, ho. Ik kan beter hem zo leggen. Dan is hij met de bovenkant recht en dan snijdt dat makkelijker. Kijk, kijk. Dan past hij er nu wel op. Ja hoor. Zoals ik zei. Dan gaan we die ook eventjes in de randjes distressen. Tenminste. En dat doe ik met Ground Expresso. Voordat ik het vergeet te zeggen. Dan zijn die witte randen, hè, die knipranden, die zijn dan weg. Dat vind ik dan wel zo mooi. En die gaan we erop plakken. Dus nu haal ik mijn klemmetjes er even af. En deze plak ik erop. Ik had hem al op maat gemaakt, dus ik weet dat hij erop past. En dan ga ik hem
de opplakken met dun foamtape. Maar voordat ik dat doe, ga ik natuurlijk eerst dat oogje erin maken, waar straks ook nog wat aan komt te hangen. Dus ik ga... Oh, dat is leuk inderdaad, Yvonne. Omdat met die restjes papier... Ik bewaar de restjes papier daar ook voor. Ik ga nu even naar mijn eyelet bakje en ik ga zwarte eyeletjes pakken. Omdat het papier lekker zwart is, vind ik dat wel leuk om dat te doen. Dan moet ik er nog één hebben. Yep. Zo. Dan pak ik even mijn knijptangetje. Die had ik hier ook al klaargelegd. Ik ga beginnen met een gaatje in de onderkant maken. Dat doe ik met deze onderkant. Dan kan ik even zien waar die komt. Ik wil hem daar. Dus hier komt het gaatje. Zo. Dan ga ik de eyelet erin doen. En dan gaan we hem dicht maken. Tenminste, dicht knijpen. Kijken of ik hem nou goed doe. Dat vind ik altijd een puzzel, hè? Hoe moet je hem houden? Als het goed is, heb ik het nu goed gedaan. Ja hoor, hier is die. Daar kan ik dan zo meteen het ringetje in hangen van mijn... Kijk, dat heb ik al opgezocht. Dat ga ik alvast doen. Mijn tangetje pakken. Die grote paperclip heb ik inderdaad in Italië gekocht. Maar ik hoorde van mensen dat die ook hier te koop zijn. Monique, ik hoor je niet meer en ik klets toch lekker door. Ik maak even dit ringetje open, kijk. Dat ringetje haal ik alvast hier doorheen, want anders kan ik er straks niet meer bij. Mag die iets verder open. Af en toe ben ik ook net zo'n, timmerman wil ik niet zeggen, maar... Je gaat wel steeds andere dingen ook doen. Dat vind ik ook niet erg. Ringetje erin. Kettingje erin. Kettingje pakken. Zo. Die hangen we er vast aan. Dan doen we het ringetje hier alvast dicht. Zit ik uit beeld te werken? Nee toch? Ik heb twee van die tangetjes en nu buig ik ze weer naar elkaar toe. En hier met deze buig ik hem dicht. Kijk. Ja hoor. Hier hangt het ringetje. Ik vind het mooier als die aan de binnenkant hangt. Dus dat ga ik toch weer veranderen. Ik ben niet gauw tevreden, hè? Kijk. Even open. Ik wil hem naar de andere kant. Kijk, die kant. Dan ga ik hem zo dicht doen. En snap jullie wat ik bedoel met naar de binnenkant? Ga ik zo laten zien hoor. Deze dicht doen. Zo. Kijk, nu hangt hij mooi recht naar beneden. Zie je? Kijk. Ja hoor, ik heb al meer mensen gehoord dat ze ook ergens anders inderdaad hadden gevonden. En of dat nou met de winkel met de A, de B, de C of de D is. Ze zijn dus nog wel ergens te koop. En hier hang ik vast. Ik heb hier zometeen een hartje aan hangen. Dus die kan er zo aan. Nu kunnen we deze hier op plakken. Even mijn ringetjes allemaal weg. Ja. Die ging ik verhoogd opplakken. Hè? Even mijn dubbelzijdige tape pakken. Dat is wel leuk, want ik heb verschillende maten met dubbelzijdig tape. En deze doe ik behoorlijk een stukje omhoog, omdat ook dat ringetje best hoogte geeft. Hè?
Ja, inderdaad, Arjen. Sandra, dit is niet een pagina die verbonden is aan winkels. Want daar, dat is best wel eens voor mij ook niet dat ik daarover na moet denken. Hè? Je wil niemand tekort doen. Plakken we deze nu op de ondergrond. En dan moet je vooral kijken dat die onderaan bij de punt goed zit. Kijk. Als die hier goed zit, dan zit die daar ook bovenaan ook wel goed. Zo, dat is de basis. En ja, Carla, dat is wel jammer, maar jullie mogen toch wel komen, hè? Dan ga ik twee van die leuke, hoe heet het? Banners. Zeg ik goed, hè? Banners. Daar aanhangen. Die moet ik ook nog even met mijn distressertje doen. Kijk. Ah, je hebt al een ticket geboekt. Wist je dan wanneer ik er was volgend jaar? Nou, ik denk ook weer de hele maand juli. Dat denk ik hoor. Maar dat weet ik nog niet zeker. Ik ben het even aan het uitzoeken, want ik combineer altijd met mijn kleinkinderen. Dus als die vakantie hebben, en dan hoeven we niet gelijk, maar ze komen altijd heel graag een weekje bij opa en oma op de camping in Italië. En dat vind ik zelf ook wel heel erg leuk. Dat is één banner. En nou zie je, hè, ze hebben daar verschillende millimeters dikte. Ik neem dus hier twee diktes. Een dunne en een dikkere. In dit geval, dan doe ik de dunste onder. En dan die dikkere, dan krijg je ook diepte erin, hè? Kijk. Nou, kom. Die zet ik op de hoek. Doe ik ietsje scheef, want dat vind ik altijd dan wel leuk. Ik laat hem bovenaan wel aansluiten. En dan hier iets het puntje ernaast. Dan doe ik die met dat dikkere foam doe ik er overheen. Die is, of tenminste zet ik ernaast, maar die is er dus overheen. En dan krijg je ook hier weer diepte. Zie je? Dan ga ik de hartjes. Nou, de hartjes had ik al gestanst. Ik had hier nog papier, als het goed is. Van de hartjes. Kijk, die kunnen we er aan hangen. Of nee, deze is leuker om er aan te hangen. Kijk, zo. Maar ik moet nog een grotere hebben. Want die moet hier op. En anders ga ik die gewoon even. Oh nee, zie, ik heb hem wel. Kijk, dat had ik al voorgewerkt. Die doen we hier. Dus ik doe hem op. Kijk, dat doe ik dan altijd dubbel. Ik heb hem uit kraft gestanst. En dan ook eentje uit het designpapier. Want dat is dan het leukste. Dan krijg je wat dikte en is het ook papier. Kijk, ik heb mijn ding open laten staan. Dat is niet zo slim, hè? Plak ik mijn designpapiertje erop. Kijk. Zo. En ook die haal ik eventjes langs mijn distressstoeltje. Bij mij in de caravan. Ja, maar met z'n 20 kan je bij mij niet. Ja, of we moeten stapelen. Dan gaat het niet worden, hè? Maar buiten kunnen jullie altijd liggen, hoor. Ik denk toch, als we met zoveel zijn, dat er niet veel van slapen komt. Dan ga ik in dit hartje ga ik twee gaatjes weer maken. Even kijken, hoor jongens. Kijken waar die komt. Dat is er één. En nog één, want dan ga ik hier dat lintje zo doorheen doen. Doe ik het goed? Ja, ik doe het onwijs goed.
kijk, twee gaatjes. Dat is het eerste eyelet die erin gaat. En dit is de tweede eyelet die erin gaat. Hoe leuk, hè? Volgens mij deed ik het nu verkeerd. Ja, even goed doen. De tweede eyelet. En dan gaan we hier dus dat stukje lint doorhalen. Eerst de ene kant. Ik zie dat ik uit beeld werk. Kijk, daar is het eerste puntje. En als ik hem dan niet kan... Ja, ik kan hem wel pakken. En dan ga ik het andere puntje erdoor. Dus ik zorg dat hij naar de voorkant komt. Want aan de voorkant ga ik hem knopen, hè. Dus dan hier zo er doorheen. Kijk. En dan maak ik een knoopje erin. En dan weet ik hoe ver ik hem af kan knippen. Gewoon een knoopje, niks meer, niks minder. Zo. Kijk. En dan knip ik hem op maat af. Die kant. En deze ga ik dus hier doen. Kijk dan hoe. Soms kan ik enthousiast worden van mijn eigen werk. Hebben jullie dat ook wel eens? Dan doe ik hier weer een stukje foamtape over. Op. En doe ik aan die kant, want dan kan die hier zo opplakken. Kijk, ernaast. Dan ga ik er ook nog een heel klein hartje op plakken. Volgens mij had ik die ook nog. Ik heb namelijk de vorige keer gewoon lekker een middagje lekker zitten draaien, zitten stansen, hartje, hartje. Even in mijn bakje snuffelen. Ik heb in ieder geval hier het kleine hartje. En deze ga ik hier onderaan hangen. Hè? Dus we komen al een heel eind. Nou, laat me niet zo lang zoeken, alsjeblieft. Leuk, hè, die plaatjes. Tim Holtz had die ook altijd. En dat vond ik ook altijd zo grappig. En anders draai ik nog heel snel een klein hartje. Of ik doe er wat anders op. Dat kan ook, hè. Hoeven jullie niet te wachten. Zag ik die hier nou in? Nu. Nou. Ik doe zo wat anders erop. Ik ga hier nog een gaatje in maken. Want hier, die moeten we hier onderaan hangen. Met een oogje. En ik heb er nog één. Het oogje ligt ook al klaar. Dus eerst met de tang. Ligt het niet bij de mat? Ik ga eens kijken. Ja, hier ligt wel een bruine, maar daar moet nog wat op. Nou, ik ga eerst deze doen. Zo, dus eerst het gaatje maken. Ik heb vanmiddag alles klaar zitten leggen, maar toch niet alles. Hup! Eyelet erin. En die moet aan de onderkant. Daar gaat hij. Kijk, mijn oogje. Dat ligt hier. Oogje er doorheen. Oogje aan de ketting. Andere tang. Jo, ik kan zo bij de juwelier gaan werken. Kijk. Het hartje hangt eraan.
Nou, nu kun je er dus tekst op doen. En die zit hier ook bij die onderste serie zit de tekst. Invent the life of your dream. Die vind ik wel heel erg groot. Maar je kan natuurlijk ook gewoon wat anders. Always grateful for you. Dat kan ook, hè. Twee stukjes. Doe die. Of één. Ik doe hem gewoon één. Ik maak hem iets kleiner. En die ook iets kleiner. Hoppa. Mijn randje. Doen. En deze ga ik ook weer verhoogd opplakken. Nou, op die andere had ik hem in tweeën geknipt. Maar ik doe hem hier gewoon één keer. Dat is dan weer handig als je dun tape hebt. Hè? Ik neem de iets dikkere. Die past gewoon op de achterkant. En dan plak ik het in het midden. Zo. En dan doen we die hier. En dan doe ik hem onder de puntjes van die. Kijk dan hoe grappig. Ik vind hem leuk geworden. Ik hoop jullie ook. Ik zag het hartje onder in je bakje. Ik ga gelijk kijken. Ja, daar ligt hier in de. Ja, daar ligt een hartje, inderdaad. Maar of dat nou de juiste is. Kijk, ik vind deze springt er niet uit. Dan zouden we nog eerder deze met die tekst kunnen doen. Ik doe die wel. Dankjewel. Kunnen deze hartjes er weer in terug. Doe ik hier ook een heel klein stukje tape op. Zo. Eventjes de donkere rand maken. Ho. Schermlaagje erop. En we plakken hem scheef. Tenminste zo lekker scheef dat hij ernaast hangt. Kijk dan. Even een beetje ruimte maken. Ik vind het super. Nou, dit was het voorbeeld. Die hebben we nu gemaakt. Hoe leuk is dit? En eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk om te maken. Ik hoop dat jullie denken van zo, dat ga ik ook eens proberen. Gaan we nog een kaart maken? Want daar heb ik ook al mijn voorbereidingen voor gedaan hoor. Ik ging er ook vanuit dat ik met jullie nog lekker een kaart ging maken. Of zijn jullie het al zat? Dat kan ook, hè? Dat je denkt zo, Marianne, ik heb je stem weer even genoeg gehoord. Kan ook. Zeker maken? Nou, dan ga ik aan de gang. Deze leg ik even weg. Nou, en als je het gemist hebt, jongens, mijn werk komt op het YouTube-kanaal hè, van mij. En ik zag dat ik nog 24 of 25 abonnees nodig heb voordat ik, dan haal ik de 3000. Nou, als ik dat haal, dan ga ik een leuke giveaway doen. Ik vind uiteindelijk, dat mag dan wel gewaardeerd worden. Ik ga dus ook de achtergrond maken. Even ruimte maken, want dan ga ik met Distress inkt aan de gang. Het is echt heel super makkelijk. Zo. Blanco. Mijn naam op YouTube is gewoon mijn naam, Marianne Rijgersberg. Ik heb nog zin. Het was me veel te lang geleden voordat ik live ben geweest. Dus ik ga eerst nu de achtergrond maken en dan ga ik deze rand maken. De achtergrond. Dat is de achterkant. Die heb ik gemaakt met vintage foto. Hoe heb ik dat gedaan? Dat heb ik gedaan op een sheetje.
Het lijkt... Ha, naamgenoot. Ha, Marjan. Ik heb hier gewoon wat vintage foto opgedaan. Abonneren op YouTube, alsjeblieft. Nou, Sandra, geweldig. Ik hoop dat ik de 3000 haal. Dat vind ik wel heel erg leuk. En ik, je weet hoeveel spullen ik heb. Dus ik maak er een leuke giveaway van. Nou, je ziet dat ik inkt heb gemaakt. Nou, maar ik was niet weg hoor. Ik wilde alleen gewoon meer vrijheid in wanneer ik online ga. Dus ik vind het veel te leuk. Ik ga nu met mijn aquarelpapiertje door deze inkt heen. Kijk, en ik haal hem er gewoon doorheen. Ik maak niet uit hoe. Lekker spetteren. Oh, lekker mijn shirt ook onder. Maakt niet uit, daar hebben ze wasmachines voor uitgevonden. Nou, kijk, en als je denkt van, oh, ik wil daar nog wat, dan doe ik het zo. Dit is mijn achtergrond. Nou, simpel, hè? Mijn sheet schoon. Mijn werkblad gewoon, normaal, anders heb ik het op de glazen plaat. Nu doe ik het even niet. Nou, dan wil ik niet die lopertjes erin hebben. Dus dat doe ik het zo. Oké. Om nou verder te kunnen. Ja, een heleboel zijn er al. Heel lang abonnee. Even herrie jongens, anders kan ik niet verder. Kijk, maak ik hem even droog. En dat doe ik dan aan deze kant, maar ook aan de achterkant. En dat doe ik om te voorkomen dat mijn blad zo min mogelijk krom trekt. Twee kanten droog maken. Zo. Nou is die zo verdroogd dat ik wel aan de gang kan. Nou ga ik erop stempelen. En ik ga erop stempelen met twee eerdere stempels. Ook van Studio Light achtergrondstempels. De ene is die lange tekststempel. Die kennen jullie wel. Nou, daar ga ik dus ook dezelfde kleur inkt. Dus de vintage foto op doen. En dat doe ik random. Ik bedoel, ik kijk niet precies waar. Het hoeft ook niet de hele stempel. Gewoon zo. Nou, dat is mooi. Zo haal ik het zeker. Nou, dan ga ik wat leuks bedenken. En dan leg ik hem erop. En ik druk hem aan. En het hoeft niet helemaal, hè. Ik hoef gewoon hier en daar. Dit is voor mij genoeg. Kijk hoe goed. Dan ga ik met mijn puntjesstempel hetzelfde doen. Alleen doe ik het daar ietsje anders. Ik laat hem ook hier op de sheet zitten. Deze ruim ik even op. Want anders heb ik zo meteen geen bureau meer over. Die hoort niet hierin. Deze hoort hierin. Kijk. Hoe simpel kan het zijn? Nou, maar zo is het. Jozefine, zo is het gewoon. En vaak moet je dat gewoon even weten. Nou, daarom vind ik het zo leuk om jullie dingen te laten zien. Om jullie kijken heel vaak tegen. Jeetje, hoe doet ze dat? Hoe dat? Ja, dat kan ik niet. En in feite is het helemaal niet zo moeilijk. Dat is één. Dan pak ik nu mijn grote stempel. En ook hier hou ik hem gewoon in mijn hand. En ook hier de inkt erop. En ik ga ook hier random gewoon mijn puntjesstempel zetten. Waar? Maakt niet uit. Ik probeer het wel een beetje recht doen, want de puntjes zijn ook recht. Kijk. En in feite heb je zo dus je achtergrond klaar. Zo simpel is het. Dan ruim ik deze ook even op. Creëer ik weer ruimte. En nog even wat. Jullie moeten ook niet denken dat ik alles uit mijn hoofd doe. Hè? Ook ik gebruik Pinterest. Ook ik gebruik Insta. Ik word geïnspireerd door dingen die ik zie. En soms komen de dingen echt helemaal van mijn hand af. Zo, even netjes maken. Maar er zijn ook... even het randje eraf snijden.
dan is die mooi recht. Zo. Wat ga ik nou met deze doen? Dat zal jullie verbazen. Ik ga deze ook met mijn distress ink doen. Te laat, Mia. Wat heet te laat? Je kan trouwens ook altijd terugkijken. Even kijken. Dan ga ik met mijn distresser ga ik dus hem bewerken. En dat doe ik bovenop en langs de randen. Dat hij echt ook wat kleurverschil krijgt. Hè? Het hoeft niet overal donker te zijn, maar hij hoeft ook niet overal licht. Ik wil hem echt een beetje crunchy doen. Zie je, als ik hem zo neerleg, dat je er meer de... Ja, daarom is Pinterest en Facebook zo leuk. En ik vind het... Daar verschil ik van met anderen. En dat moet iedereen ook lekker zelf weten. Ik vind het leuk als ik zie dat mensen dingen overnemen en uitproberen. En ik mezelf herken in... Ik vind dat leuk. Ik vind het niet erg. Er zijn mensen die het heel erg vinden. Ik niet. Wat ga ik nu doen? Ik ga met mijn vinger in de gesso. Dan doe ik even langs de zijkant. Ik wil een klein beetje gesso. En dan ga ik dan... Kijk, zie je? Maak ik ook nog een beetje licht erbij. Dus niet alleen maar donker, ook licht. En het hoeft voor mij niet helemaal wit te worden. Maar ik wil een beetje een beige over dit bruine. Dan krijg je toch een beetje nog deze kleur. Ook langs de zijkant. Kijk, dat als je het nou over crunch hebt, dan vind ik dit. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook. Ik ben ook heel vereerd als ik mensen dingen zie maken. En natuurlijk vind ik het leuk als je verwijst. En als je het niet doet, vind ik het ook goed. Ik zal je er niet op aanvallen. Maar daar verschillen mensen over van meningen. En dat mag, hè. Je mag in deze wereld allemaal je eigen mening hebben. Zo, even mijn handen schoon. Dan ga ik terug naar mijn achtergrond. En dan ga ik deze doorknippen. En ik ga hem doorknippen. Ik ga die daar doen. Even kijken of ga ik die... Of ga ik hem zo doen? Ik ga die daar doen. En dan ga ik hem... Hier doorknippen. Want het middenstuk valt toch onder de... Kijk, die komt dan daar. En... Deze komt hier en dan haal ik dat halve wiel wat aan de onderkant zit, haal ik eraf. Want dat vind ik dus niet mooi. En als je het zo doet, is het net alsof dat radertje gewoon de laatste is. Zo. Zie je? En die ga ik even opplakken. Zo. Waar is mijn lijm? En dat doe ik, nou ja, random, een beetje langs de randjes. Hij moet wel blijven zitten, maar... Kijk, dan plak ik die hierboven, bijna tegen het randje. Zorg wel dat je hem recht plakt, hè. Anders staat het zo slordig. En die ga ik aan de onderkant plakken. Zo. En dan heb je in het midden een gat. Ja, maar daar komt... Ik zal even het voorbeeld erbij pakken. Oh, blijf eens zitten. Daar komt wat overheen, hè. Kijk. Kijk. Deze is het. Dan ga ik beginnen met een basiskaartje wat hier komt. En voor ik dat ga doen, ga ik toch eerst de randen even bewerken. Want anders ga ik straks over het papier. Patricia, tot ziens. Je kan hem afkijken als je wil op mijn YouTube-kanaal. Ik zet hem als het goed is vanavond er nog op. Maar als ik zo meteen, als het niet lukt of er is even wat anders, dan... Gaat hij er morgen op? Maar meestal ben ik wel 's avonds dat ik hem er gelijk op zet.
Zie je, dan hebben we die kant ook gehad. En wat ik dan ook even doe, en dat is om die hoekjes wat goed aan te zetten. Oké, fijne avond. Dan doe ik eventjes met mijn... Kijk, die gebruik ik dan ook. Dat is ook dezelfde. Dat is dus de Distress Crayon. Dat is dus ook de Crown Expression, waar ik dus ook een Distress ding van heb. Ik leg even op een papiertje. Wat ik dan doe, dan teken ik even. En met mijn vinger ga ik er langs. En dan zie je dat je dus een wat crunchy-achtiger... Ja, ik probeer altijd snel te zijn, Anneke. Dan zit ik er nog lekker in en denk, nou, laat ik hem gelijk maar erop zetten. Ik weet dat mensen die hem graag willen zien. Kijk. Zo, nu heb je een duidelijke rand. Dat vind ik altijd wel mooi. Nou, dan gaan we het middenstukje doen. En daar kan je... Daar heb ik een stuk vintage paper voor gepakt. Kijk, ik heb alles al klaargelegd. Oh ja, dat ga ik jullie ook laten zien. Als je nou je achtergrond maakt, zorg dan dat je een kleurtje achtergrond neemt die past bij je papier. Kijk, deze heb ik vanmiddag zitten doen. En ik vind de kleur, dat was brushed corduroy, vond ik gewoon echt lelijk. Ik vond het niet mooi bij het bruine papier. Dus dan stop ik. En dan ben ik opnieuw gaan beginnen. Oké, dit wordt het stukje wat hier in het midden komt. Kijk. Daarvan maak ik eerst alle hoekjes rond. Je ziet mij mijn apparaatje omdraaien. Omdat ik dan kan zien of die goed in het hoekje zit. Kijk. Dat doe ik ook met mijn kracht. Ik ben wat dat betreft best wel kritisch op mezelf. Het moet, dan denk je dat je bruin hebt, hè? Brushed corduroy. Dat moet lukken. Nou, niet dus. Ook deze werken we bij. Dat is gewoon echt niet mooi. En dan denk ik van ja, dat gaan we dus niet doen. Deze. Kijk, die plakken we erop. Die mag even weg. Mijn doosje dicht. Met de lijm. Hierop. Nou, en dan ga ik hem er nog niet op plakken. Ik ben altijd iemand die het erop legt eerst. Misschien herkennen jullie dat. Ik wil altijd eerst een totaalbeeld hebben. Nou, er zat zo'n tag in het zakje met al die plaatjes. En die heb ik doormidden geknipt. De andere kant zit hier. Omdat hij er toch voor een gedeelte maar... op zit, dacht ik dat ik hem zo ging doen. Dan moet daar wel aan de bovenkant dus dat gestempelde, of heb ik die hier zitten? Nee. Volgende keer toch beter voorbereid. Tenminste, apart houden wat je gestanst hebt. Ik wil dat tapje, weet je wel, dat ik aan dat andere ding... Kijk, hier is die, het tapje. Daar is het tappie. Die ga ik hier bovenop doen zo. Die hoort wel gestempeld. Dat is een hele oude ook van Studio Light. Uit de tijd dat ze ook nog planner dingen uitbrachten. Maar je weet, ik wil niet zeggen dat ik een hamster ben. Maar ik gooi niet heel snel wat weg. Dus dan, nu komt hij weer van pas. Ik vond dat leuk om dat tapje daar bovenop te doen. Kijk of ik goed stempel hoor. Ja. Hier ook de randjes. Kijk.
doe ik die vast daar. Dan komt die erop. Zo. Dan komt hier ook een hart op. Nou, die had ik geloof ik nog wel. Even koekeloeren. Leuk, hè? Vinden jullie er ook zo van genieten? Ja, een kleiner hartje, maar dat mag. Dat is niet zo. Die zit geen... Daar zit geen kraftachtergrond achter. Dat wil ik wel. Maar dit zou ik kunnen maken. Zo. Dan heb ik nog een grotere. De tekst is ook leuk. Nou, we gaan zien welke. Dan ga ik nog twee van die banners eronder doen. Even kijken welke ik ga doen. Dat weet ik nog niet. Daarvan had ik ook al mijn karton klaar. En die banners... Die draai ik even met mijn kleine machientje. Nog even hard werken. Ik denk dat doe ik snel, maar toch niet zo snel als, als ik dacht. Kijk. Zo. De grote doe ik uit de... Uit het kraft, goede kant boven, goede kleur boven. Die. Oké, er moeten er meer afhaken. Nou, dat mag hoor. Je kan terugkijken. Ik wil ook veel te veel. Dan denk ik, ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo. Dat is één. En dan moet ik er nog één. Ik dacht dat ik nog een stukje kraft op neem. Ik heb ook een stukje kraft op, kijk. Tuurlijk heb ik nog een stukje kraft. Zo. Nou, gezellig dat er nog een aantal wel blijven kijken. Ik vind het ook veel te leuk als jullie nog meekijken. Dat is de grote. Dan ga ik met de kleintjes ga ik uit... hoe heet het? Uit designpapier doen. Designpapier erbij. Zoeken. Peperpetje ligt hier. Mijn bureau is te klein. Nou, schandalig dat je dat zegt, dat je bureau te klein is. Even kijken, wat gaan we doen? Hier zo had ik nog twee stukjes in zitten, volgens mij, waar ik... Ja, kijk. Ik haal er hier één. Of ik haal ze hier alle twee uit. Die kant, denk ik. Je ziet, ik bewaar al mijn stukjes... Want die kan je of weer op een paperclip. Waarom snij je op je glasplaat? Ja, dat weet ik niet. Ik zie het wel vaker dat anderen het omgekeerd doen. Een glasplaat, dit is geen glasplaat. Hè? Maar je bedoelt dat jullie op het zwarte snijden. Ja, ik weet ook niet waarom ik dat zo doe. Volgens mij heb ik dat... zo ergens gezien. Dat is één. Maar als jullie zeggen het kan anders. Of het moet anders. Klinkt ook weer zo. Dan kan dat ook. Ik weet in ieder geval. Ik ga een nieuwtje vertellen. Studio Light komt ook met zo'n machientje. Zo'n kleintje. Onwijs leuk dingetje. Die komt hier ook wel denk ik. Ik snij deze op. Oké. Okay. Nou, dat kan hoor. Ik doe het zo. En ik weet niet wie er
vanaf het begin heb ik het zo gedaan. Maar ik vind het vervelend dat je glasplaatje zo lelijk wordt. Maar goed, de volgende keer ga ik het omgekeerd doen. Dankjewel voor de tip. Nou, gaan we die ook weer even mooi maken. Oh. Zo. Even in beeld blijven, Marietje. Goh, ik heb het toch ook wel weer gemist. Ik denk trouwens dat ik binnenkort, nou misschien van de week wel, dat ik nog een keer op de dag gewoon lekker een keer live ga. Hou mijn pagina maar in de gaten. Gewoon eventjes gezellig. En dan ga ik denk ik eens spelen met wax. Wat vinden jullie daarvan? Vinden jullie dat leuk? Als ik dat ga doen? Die ga ik gebruiken. Nou. Dan moet ik ook nog. Nou, dan ga ik die erop plakken. Dan kunnen we zo meteen het ontwerp zien. En dan ga ik alles vastplakken. Ja, jullie kunnen allemaal. Ik heb het voor mezelf zo bedacht. Dus ik heb niet van iemand gehoord dat het zo moet. Voor hetzelfde geld doe ik het gewoon helemaal 3 keer verkeerd. Aan de andere kant, hoe verkeerd ik het ook doe, het werkt wel. Toch? Zo. Die plakken. Dan heb ik mijn 2 bennetjes klaar. En dan doe ik de ene banner. Doe ik hier. En die laat ik een klein stukje uitsteken. En de andere dat doe ik er boven. Nou, eens opzij. Kijk, zo doe ik hem. Die komt hier. Die komt daar. Ik zorg dat je tikketje in het midden blijft. Zorg dat je banners ongeveer even gelijk zitten. Kijk, zo. Dan. Die moet ik nog vastplakken. Zo. Die ga ik hier doen. Die ga ik op een stukje gaas doen. Dan moet ik nog plaatjes zoeken. Deze ga ik hieronder doen zo meteen. Ik draai ze ook elke keer, maar ja, ze worden krom. Als ze echt heel erg krom zijn, dan schaf ik gewoon nieuwe aan. Kijk, die doe ik hieronder. Die komt daar. Zo leg ik het altijd neer, hè, zodat ik zie van wat gaat het worden. Ben ik het ermee eens? Wil ik nog dingen veranderen? Het hartje erop. Stukje wond. Gaas. Ik werk niet in het ziekenhuis, maar dat vind ik ook altijd leuk. En dat verkreukel ik dan even in mijn hand, zie je? En dan haal ik hem weer uit de kreukel. Dan neemt hij ook gelijk een beetje dat bruine gekleurtje van. Nou, die doe ik dus zometeen zo. Kijk. Nou gaan we plaatjes zoeken. Hier is mijn bakje. Wat voor plaatjes gaan we eronder zoeken? Jullie mogen zeggen ja of nee. Nee, ik vind de kleur groen niet mooi. Nou, dat is toch duidelijk. Zullen de poes erop doen? Vinden jullie dat leuk? De poes. Even kijken of ik nog wat anders naar mijn zin of een ander. Nee, geen dame. Ik vind dit niet een ding voor. Ja, de poes is leuk, hè? Dat vind ik ook. Dan ga ik nog even naar een klein stukje ticket of iets kijken wat ik er nog meer bij ga doen. Iets van een kleinigheidje. Zo grappig, al die.
Ik kan hier uren... Oh, kijk, ik heb een grote. Ik kan hier uren in zoeken en spelen. Dit vind ik echt altijd zo leuk. Nou, dit is ook leuk. Erbij. Hieronder zit nog... Oh, daar zit nog... Lekker, hè, dat gekwek van mij. Kijk, hier zit de grote. Kan ik die gebruiken? Snor heb ik nog, maar dat vind ik niet zo heel erg leuk. Die vind ik wel leuk. Doen we die erbij. Create and Inspire. Die vind ik ook wel leuk. Nou, zo komen we alweer een heel eind. Zie je? Dus, nu kan ik denk ik wel gaan plakken. Eerst gaatje erin. Want er komt zo'n... Nou, ik ga hier niks aan hangen. Want hier, deze ga ik als kaart gebruiken. Nee, deze hang ik even niks. Deze ga ik plakken. Dat mag. Niet helemaal het uiteinde, want die steekt iets uit. Dus, kijk. Plak hem recht. Dat is 1. Dat is 2. En dan zorg je dat, dat deze ongeveer gelijk zitten. Ietsje. Zo, zo. Ho, waarom plak je niet? En hoe zie ik dat? Dat ze ongeveer een even groot stukje hier tussen hebben. Dan pak ik mijn tape. Even een nieuwe rol tape, want die andere was op. Tenminste, foam tape moet ik hebben. Zo. Dan doe ik dat op de achterkant. Kijk, zo. Zo, en die doe ik hier op. Zorg dat die in het midden is. Dan kan de tag eronder. Die doe ik met heel dun tape. Dat kan, want die kan eronder geschoven worden. Mijn dunste tape, ja. Yeah. Die schuif ik eronder. Zo, dan gaat daar mijn tap dingetje op. Die kunnen we gewoon plakken. Leuk hè, dat geklets. Kijk, die plak ik er hier op. Zo, dan doe ik een beetje lijm, zodat dit hier kan blijven zitten. Dan doe ik het hart erover met foam tape. Dan denk je, waarom doet ze dat nou? Nou, die andere kleur Distress, dat was vintage foto. Die is lichter en ik wil dat dan toch liever in één kleur houden. Kijk, kijk, kijk. Dan gingen we de poes doen. De poes is groter, dus daar doe ik voor de rest niks onder. Maar ik doe wel een verhoogd opplakken. Zo. En ook even de kanten bruin maken. Dan past die in het geheel, anders vind ik het niet in het geheel passen. Dan gaat de poes erop. Hoe leuk. Ik vind hem gewoon weer leuk. Dan gaan we deze eronder zetten. Oh, ik stoot tegen mijn... Zo. Mag deze ook.
En die ga ik ook verhoogd doen, die twee. Dat vind ik dan het mooiste. Dan hebben ze een beetje diepte. Dat is 1. En dat is 2. Ondertussen zet ik even mijn ding aan voor... Ja... Mijn hotfix steentjes. Die heb ik al heel lang. En dat vind ik wel leuk om die hierbij te gebruiken. En dan ga ik zwarte ook nemen. Kijk. Wel recht houden, anders is het niet leuk. Zo. En dan ga ik... Deze ook wel in stukjes knippen. Zo. Er gaat ook een klein stukje tape achter. Foam tape, hè. En dan plak ik dit stukje op het hartje. Dan breek je dat een beetje. Dan doe ik dan het liefst ook altijd een beetje schuin. Kijk, zo. Dus niet per se in het midden. En dan ga ik hier ook dat laatste stuk, want anders klopt het niet. Is die uit verhouding. With love. Ook een stukje foam tape. Nou, heb je in feite qua, moet ik zeggen, sketch wel hetzelfde. Andere plaatjes, ander designpapier. En moet je kijken wat een leuk resultaat. Tenminste, vind ik. Made with love. Nou, hoe geinig. Dan ga ik nog mijn... steentjes erop doen, zoals ik zei. Oh nee, ik ga hem eerst op mijn achterkant plakken. Die had ik al wel. En dat ga ik met foam... Nee, dus dan ga ik toch eerst dit doen. Kijk, dit zijn die steentjes. Zo. En dan heb ik zo'n apparaatje. Er zit lijm in die dingen en als ik ze dan hier opleg, en kijk, daarvoor heb ik dus mijn tooltje van Studio Light nodig. Maar, oh, ik zie, hij zit er wel. Niet. Nou, ik begrijp er niks van. Ik kiep zo meteen die bak om. Maar dan kan ik het wat makkelijker pakken met zo'n waxkoppie eraan. Kennen jullie dat? Kijk, dan leg ik hem neer. Maak ik hem warm. Ja, zie je? Een heleboel mensen hebben die. En gebruiken ze niet meer. Gaan ze gebruiken. Het is echt onwijs leuk om ze hierbij te gebruiken. Kijk. Ik heb ook van allerlei kleuren nog. En ik dacht ook, ik ga ze gewoon gebruiken. Zo, en ik heb het zwarte ook in verschillende maten. En doordat je ze verhit, wordt die lijm zacht. En daardoor kunnen ze dan ook makkelijk... Wordt het zacht en lijmen ze vast aan je ondergrond. Kijk, dan ga ik er nog op de hoeken één doen. Ja, leuk hè. Soms is het gewoon, moet je het weer eens even zien bij iemand. En dan denk je, nou, dat heb ik ook. Wat leuk. Ik ga ze ook weer eens gebruiken. Gebeurt bij mij ook hoor. En dan ben ik altijd blij dat ik niet veel weggooi. En dat ik het dan allemaal nog heb. Want nu heb ik het met dit, maar er zijn met andere dingen ook hoor. Dat ik denk, oh ja, dat heb ik ook. Oh ja, dat heb ik ook. Nou ja, dat herkennen de meesten.
Nou, sommige mensen niet, want die zijn heel erg dat ze denken van opruimen, dat gebruik ik niet meer, klaar. Maar ik heb niet voor niks kasten vol. Ja, klopt. Maar dat geeft niet. Wij gaan gewoon lekker kletsen dan. Het is gewoon een knutselkippenhok. Dat mag, hè? En beter lekker kletsende kippetjes. Hotfix heet dit inderdaad. Klopt, hotfix steentjes. Dit zijn hotfix steentjes. Die koop je in zakjes. Ik heb dat ooit, jaren geleden, op een beurs. Op de beurs in Rijswijk gekocht. En ik heb ze nog steeds. Maar volgens mij kan je ze op internet nog wel vinden, hoor. En dan heb je zo'n tang nodig. Dit is heet. En dan wordt het heet en dan plakken ze vast. Maar dames, ik ga deze nog opplakken. En dan ook ben ik ook klaar. Waar is mijn mooie rol met tape? Mijn nieuwe. Oh, hier. Ik vond het onwijs leuk om weer te doen. Ik kom nog meer terug, hoor. Ik heb nog meer afspraken staan. Ik weet in ieder geval zaterdag 14 oktober. Maar zo lang hoeven jullie niet te wachten. Voor die tijd kom ik vast nog een keer. Waar, hou mijn pagina gewoon in de gaten. Dan zie je het. En dan hoop ik dat jullie er ook weer bij zijn. En als ik de 3000 haal, dan ga ik wat leuks doen. Verloten onder mijn trouwe kijkers. Oh, deze past niet helemaal. Nou, deze moet dus. Ik ga even een andere snijden, maar dat doe ik buiten de uitzending. Want daar hoeven jullie niet op te wachten. Ik leg hem even om. Nee, ik hou hem vast. Dit is dus het resultaat. En met deze. Nou, als je zegt, ik wil hem eraan doen. Dan doe je hem gewoon. Oh ja, dat is slim, Marjan. Dan doe je hem gewoon hier aan. Nou, dankjewel dat jullie erbij waren. Ik vond het erg gezellig en ik hoop heel snel tot een volgende keer. Fijne avond allemaal en tot ziens. Doei doei!